Welkom mensen bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag hoorden jullie inderdaad alweer aan het muziekje op de achtergrond. Dit is weer een custom Minecraft map met een horror thema. The Apartments episode 1. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik zelf heb er ook zin in en wij gaan eigenlijk gewoon gelijk op play drukken en we gaan dit mapje spelen. Ja hoor, daar gaan we. We hebben nu een ander muziek. Yo, dit... Ik krijg nu al kippenvel. Oh, een Minecraft horror map. Het schijnt een hele goede Minecraft horror map te zijn, die ook redelijk lang is. Dus ik ben zeer benieuwd. The Apartments, episode 1. Laat mij eens zien waar wij zijn. Dat was het. Hoor het muziekje weggaan, jongens. Wat? Oh my god! Dit is mijn appartement! It's all ready for dinner with Annie. Just missing some music. Discs are in the studio. Wow! Check hoe fucking lekker. Nee, dit is sushi. Dat vind ik niet eens lekker. Voor mij is het vieze sushi. Oké, in ieder geval. Wij moeten een disc ophalen of zo. Begreep ik? No key. Oh, we moeten dus eerst een key hebben of zo. Hoe de fuck doen we die? Oh, we kunnen deuren gewoon zo bedoelen. Nou jongens, dan zijn we dan in die apartment. We hebben hier wat mooie disc. En welke moeten we pakken? Chet Barker. Oké, dan gaan we die doen. Nou jongens, Chet Barker. Ik ken Chet Barker echt helemaal niet. Geen idee wie dat is. Als jij Chet Barker kent, laat het achter in de reacties. Of hier heb je een foto van hem als hij echt bestaat. Oeh, hij gaat opeens... Wait for your girlfriend, oké. Zo, smooth jazz. Yeah. Oh my god. Dit is wel heerlijke wachtmuziek hoor. Yeah. Oké, mensen. Oh, Annie belt. Hoi Annie. Hey Annie, are you ready for tonight? Hey, sweet, sorry, but Sarah is sick and I must stay with her. Wow, okay. Oh, don't worry. Dear sweetheart, but she was... What? What the fuck? Hello? What happened? Lights are gone. I need to turn them on in the basement. Oh, nee, I have to ask for the key to Mr. Duck to the concierge. Oké. Reach the concierge. Nou, laten we dat maar gaan... Wow, check dit dan. Er zit gewoon spul in die koelkast. Dat vind ik wel vet. Dikke kleine details zijn dit. Nou, het is natuurlijk weer dat we bij een basement aankomen in die horrorspellen. Maar oké. Heb ik nu een sleutel? Nee. Ik heb een... Waar is dan de uitgang van die fucking... Wat? Is dit de uitgang? Nee, dat is een badkamer. Dit is een slaapkamer. Oh, wauw. Hier is de home key. Jongens. Wat een rare plaats om je home key te bewaren. Sleutels bewaar je toch niet echt op je slaapkamer? Ik heb geen idee. Maar oké. Hans. Hans, jongen, ben je thuis? My favorite neighbor, Mr. Hans, little bastard. So strange, all of the building appears without light. Ja, is raar. Dorrit. Miss Agatha's house, poor little old lady. Oh, what? Koffuur. Nou ja, we kunnen niet met de lift, want die ziet er afgesloten uit, dus we gaan met de trap. En, oké, waarom... Waarom val ik? Hoor dat. Ja, boem, 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 boem. En The Simpsons! Oh my god, wat een slechte reference is dat eigenlijk. Ik vind het wel kut dat we niet met de lift kunnen. Ik had graag even met het liftje gegaan hoor. Dat is toch veel fijner. En hey, hier is Liggy! En dit Liggy doet het joh! Concierge mee in al parking basement. Nou, hallo, concierge. Ben jij hier? Hallo, hoe heet hij ook alweer? Oh, wat? Hij is hier niet. Mr. Duck is not here. Does that mean do something sometimes? I'm sure he will not get angry if I take my own basement key. Click on a container to open it. Torch. Oh ja, dikke torch en nu... Oh! Another key, ugly key. Oh, moet ik serieus hier mijn container gaan opzoeken? Key register. Wat is dit? Concierge key taken by Mr. Hubs. Concierge key returned. What the fuck? Basement key taken by Mr. Johnson. Dus dat is... En ze zijn niet teruggebracht. Volgens mij betekent dat die sleutel dus al meegenomen is naar de basement. Door Mr. Johnson. Geen idee wie dat trouwens is. En wat is dit? Yo, check dit! Wow, ze hebben wel echt van die superleuke details toegevoegd hoor. We gaan in ieder geval maar richting de basement. Want daar worden we altijd heel blij van in deze spellen. En we hebben hier zelfs een... Oh, joh, een exit. Check dit dan. Ik ga gewoon ontsnappen aan dit hele horrorspel. Toedeledoo. Wat is dat?
Waarom word ik opeens geteleporteerd? Wat? Ik... Oh, wauw. Dat spel wil dus niet dat ik daar naartoe ga. Ik word gewoon teruggeteleporteerd en ik schrok daarvan. Oh, wat ben ik soms een mietje toch ook, hè? En check dit. Gewoon een dikke laundry, maar dat hebben we niet nodig. We moeten hier naar de parking basement, als het goed is. Yo, zieke waggies staan hier. Vraag me alleen wel af waar we nu precies naartoe moeten met die sleutel. Oh, we kunnen er niet eens heen. Wat? We moeten naar de basement, maar toch kunnen we niet in de basement. Fuck de logica. Of is hier de basement? Oh, I need the basement key. Oh, we moeten eerst naar Mr. Johnson, ik snap hem. Oh mijn god, Mr. Johnson, jij gaat me maar even die sleutel geven, nare man. Oh, hier woont Johnsons. Hallo? Mr. Johnson, are you home? Hallo? Oh, what? Waarom ging die deur open? Hello, is there someone in the house? What the fuck? What the fuck? Wat is dit? Wat is dit nou weer? What? Pictures of my girlfriend. Maar wat? Waarom? Bad bastard, kom hier. What's this music? Ik heb geen idee. Maar waarom? Wat is dit? Dit is niet eens allemaal hetzelfde meisje, man. Kom op, zeg. Dan ga je zeggen van... Hé, hey, dit liedje ken ik. Dit is een leuk liedje. Wat? Wat is dit, Mr. Johnson? Ik vind het niet leuk wat jij hier doet met mij. Dat was zo voorspelbaar dat ik er niet heel erg van schrok. Oké, maar we hebben dus meerdere vriendinnen of zo, begrijp ik nu. Want die foto's waren niet dezelfde als je er goed naar keek. En where am I? Wat zijn we nou weer dan? Hoe kom ik hier? Een almost discharged battery. En moet ik dat nu samenvoegen? Oh, put your batteries in dit slot. Dat is wel nice aangegeven, super ziek. Oké, nou, dan hebben we in ieder geval dat gefixt. We zijn nu ook in... Oh, we zijn hier beneden, joh. Kijk, we zijn nu weer in de lobby. Maar wat, we hebben nu een basement key of zo? Ik heb geen idee. Laten we kijken of de basement open is. I need the basement key. Fuck off! Ik, godsamme. Oh, kijk, joh! Hier zijn nog sleutelborden en hier zit een Dorrit key. Dan kunnen we dus... Oh, dan kunnen we dus naar Dorrit toe of zoiets. Dat... Oké! We gaan dus inbreken bij iemand anders. Alleen voor een basement key. Omdat wij helemaal alleen in een basement... Of ik bedoel in een appartementencomplex zijn of zo. Ja, dat is ook zo logisch weer, hè. Maar we gaan in ieder geval met Dorrit's key naar Dorrit's house. Dat was het oude vrouwtje. Kunnen jullie dat nog herinneren? Wat die zei van... Oh ja, that old poor lady. Misschien gaan we daar ook weer foto's trouwens vinden van Annie. Ik heb geen idee. We gaan in ieder geval gewoon die deur openen. Dorrit, hallo. Ga open. Kom op. Dorrit. Waarom de fuck wil jij niet open? Closed. Kom op, ga open deur. Oké, ik heb iets heel, heel gevaarlijks gedaan. Ik heb de deur maar gewoon gebroken. Ja, en ik ga hopelijk nu gewoon verder kunnen gaan. Maar ik heb niet het gevoel dat dat gaat werken. Nee, want er hoort nu al iets te activeren, maar dat gebeurt... Oh mijn, dit is zulke scheid! Oké, op goed geluk ga ik proberen deze deur te openen met deze sleutel. Yes! Agatha! Are you at home? I need help. Oké, we zijn verder. Spilly stupid dog. Waarom zegt ze dat? Ik hoor helemaal geen hond. Wat? Er wordt iets gezegd van een hond terwijl ik helemaal niks hoor. Billy. Is hij Billy of zoiets? Ik heb geen idee, joh. Zo! Ik krijg spontaan hoesbui. Wie was dat? Was dat Annie of zo? Annie? Annie, hier is niks. Oh, hou op, Billy. Hou op, wat is... Wat... I don't like this. Oh, we zijn gelijk. Oeh, wie ben jij? Waarom is dit helemaal in...
Wat? Waarom staat daar opeens een kaars? Oké, ik heb geen idee. Oh, I don't like this very much. Ik weet ook niet hoe het met jullie zit, maar ik zit weer onder het kippenvel. Holy damn. Ik heb alles opnieuw moeten spelen. En nu zijn we terug. En is het niet leuk. Jumpscare! Oh, what? Why are you hanging here? Wat is dit? Ach, gaten. Waarom ook nou weer steeds zo'n hond? Doe normaal. Doe... Wat? Miss Agatha. Billy, go away. Ja, Billy, je bent een stoute hond. Wat? Wat is dit nou weer? Ga uit. Oh my... Nee, hou op. Hou op. I must turn on electricity now. I can't believe it. Mr. Cat are gone. I don't know where Mr. Johnson is. I need to call the police, but my mobile has no signal. I need to restore the power. Ja, inderdaad, maar ik heb alsnog die sleutel nodig. Ik heb namelijk de sleutel nog niet gekregen. Moet ik die nu waarschijnlijk hier ergens uit een kist halen of zo? Want Mr. Johnson was degene die de sleutel had, weten jullie nog? Dat stond in dat ene boekje dat ik hier nog heb. Oh! Basement key! En een battery! Oh, daar ben ik blij om. Oké. We hebben een basement key. Wow, a torch, but I be need... But... Oh. Ja, nou ja, oké. Hij staat gelijk aan. Dat is best wel zonde. Maar we hebben een basement key. Dus wij gaan nu als een moederneuker naar beneden in de basement. En dan gaan wij daar gewoon even kijken wat er is. En dan vind ik het niet meer leuk tot nu toe, maar we komen wel verder. Holy damn. Het is een eng mappie hoor. Echt wel. Zitten misschien wat rare jumpscares in, dat moet ik toegeven. Maar we zijn nu goed op weg. En daar ben ik blij om. Ik ben alleen bang dat mijn torch om het in uitgaat. In ieder geval, basement. Ga... Loading, basement. Loading, serieus. Holy sh... Wat is er als een laadscherm met dit? En we hebben opeens hele rare muziek. Die muziek, joh. Alsof we een soort van actiefilm zijn of zo. Hallo? Someone here? Oh, what? Een deur. Hallo? It's me. Nee, meen je dat? Mijn zaklampje is kapot. Waarom is mijn zaklampje kapot? En oh, de electric... Oh no, the fuses are broken. Find 3 fuses to turn on electric... Oh, doe normaal. Doe normaal, we hebben nu 3 fuses nodig. En dan hebben we zo'n ding bashaba. Nee. Oké, die dubbele chest bevat helemaal niks. Kom op, oh, is dit een fuse? Nee, dat is alleen een klok. Hoe de... Waar moeten wij een fuse vinden? Man, wat is dit voor normale schreken dingetjes? Kom op, ga open, basement deur. Nee, die deur kan... Nou, ik denk dat wij terug omhoog moeten en op zoek moeten gaan naar 3 fuses. In zo'n horror scene. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in, maar het moet. Het moet maar. Loading main hall. Nou, hupsakee, ben ik klaar met loaden, want dan kan ik op zoek gaan naar 3 van die fuses. Ik heb alleen geen idee waar ik dat moet gaan vinden, maar oké. Check if you can... Oh, we kunnen naar mijn auto toe, joh. Oh, waarom sta jij dan alweer dan? Oké. Wat is dit nou weer? Doe even normaal. Hallo, dat alarm mag ook wel uit. Hallo, stop. Dankjewel. Zo, dat was niet leuk. Nou, laat mij eens zien. Heb jij hier iets voor mij? En... Oh, een fuse. Yes. So, let's go back to the basement and put the fuse back in the electrical panel. Oké, dat is fijn. Ik vond het alleen niet na dat hier dat monstertje net stond. Waarvan ik niet weet wie of wat het is. Misschien is het ook wel mijn vriendin, weet je. Misschien is mijn vriendin wel gewoon compleet zwart. Is ze helemaal zwart gespoten of zo? Ik heb geen idee. Ja, of het is meneer Johnson die ook zwart is. Misschien hebben ze gewoon te lang onder de zonnebank gelegen op de barbecue. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we terug zijn in de basement. En dat wij... Mijn zaklamp, ja, ik heb hem niet echt nodig. Maar aan de andere kant zou het wel fijn zijn, denk ik, als ik hem straks toch nog even aan ga doen. We gaan wel in ieder geval naar het panel toe. Hallo meneer het panel, hier ben ik. En hier heb ik een fuse. En... Oeh! 1 of 3 fuses found. Je meent die? Oh, a wrench! The old TV of Mr. Duck. It could be a perfect... Oh, gelukkig geeft hij wel aan waar ik ze kan vinden. Anders zou ik echt best wel hard huilen. We gaan in ieder geval naar dat ding toe. En dan gaan we die sleutel daar maar weer uithalen. Want ja, het is nu heen en weer. Heen
En weer. Hupsakee, open dat ding. Damn, we krijgen gewoon een dikke fuse. Zeker, dankjewel. Haha, dit is mooi. We gaan nu terug naar de basement. En waarschijnlijk moeten we straks ook naar mijn eigen appartement of zo voor zo'n fuse. Zo'n gevoel heb ik. Of misschien uit een wasmachine. Een wasmachine zou ook wel een fuse hebben, toch? Ik heb geen idee. Sowieso. Je hebt een fuse in je auto en een fuse in je tv. Dat zijn echt niet dezelfde fuses. Oké, we zijn weer terug in die basement. Waar het opeens een stuk donker lijkt, maar het is het gelukkig niet. Nou, hupsakee. Fuse, jij gaat hier nu ook in. En... toef! Ja hoor! 2 of 3 fuses found. Kijk, zo mag ik het zien, zo mag ik het horen. Nou, vertel... hallo? Where am I now? Ja, dat weet ik niet. Je wordt steeds neergeslagen of zo. Ik heb geen idee. Ik ben in... what the... what? Where are I now? What... wat is dat? Wat is dat, man? Wat is dat voor afbeelding? Check die vent. What the... what the fuck? In ieder geval, laten we... what? Hè? Wat is dit nou weer voor demonische kamer? Waarschijnlijk gaat die deur achter me dicht en komt daar zo meteen iets te staan. Let op. Let op. Let op. Oké, dit is trouwens echt een... wat is dit? Wat? En dan worden we teruggeteleporteerd. Waarom, man? Wat? Waarom opeens een babby? Denken jullie dat het leuk is om een babby hier te laten janken? Waar moet ik überhaupt heen als ik die babby wil helpen? Kom op zeg! Vertel mij het spel! Spel, vertel mij wat ik moet doen! Want ik weet niet wat ik moet doen. Dit ziet er ook zo skeer. We gaan ook een keer die kamer in. Ik heb geen idee hoor. Nu die baby jankt, ik heb zo'n vermoeden dat die baby wel iets betekent voor ons. Misschien was Annie gewoon zwanger en hebben wij nu een dikke na... wat? Waarom? Stop met teleporten, je nading. We gaan nog wel een keer die kamer in. Ik heb geen idee. Echt waar. Gewoon scheid hebben op zulke momenten. Gewoon rennen. Als een moddertrucker. Stop met teleporten! Waarom doe je... wat? 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 Wie? Woed? Wat? Oké, het is dus wel de bedoeling dat ik steeds die kamer inloop en dat er iets verandert of zo. Oké, ik doe het dus wel goed. Ik zit echt helemaal zo van, nee, ik moet niet teleporten. Dat is niet goed. Maar het is wel goed. Oh, nou, dan gaan we nog een keer. Oh, hupsakee. Wow! Wow, wat? Wow, check mijn rennen! Woe! Haha! Oh, wat? En we worden niet geteleporteerd. Oké, dit is niet goed nieuws. Nee. Wat de... what the fuck? Oh shit. Oh shit. Nee. Dit is een jumpscare. Sowieso. Oké. Ja, laat jezelf maar zien. Of kan ik lopen? Nee, ik kan niet lopen. Ik zit van... what? Wat is dit nou? Waarom nou weer een demonisch steek op de grond? Kom op. Oeh, ik zei het toch dat daar iets zou komen. Oh, nu is het weg. Dat is pech, monster weg. En dat is pech, monster terug zeker. Kom op. Show yourself! Somewhere in the dark. What have you done to me? Waarschijnlijk is het gewoon één grote prank van Annie, van onze vriendin. Waarschijnlijk... ik zei het toch? Who the fuck are you? Go away. Ja, inderdaad. I don't like this very much. Goh, hou op zeg. Nou, deur open. En nu moeten we naar de abandoned... waarom waren we in het Simpsons huis? Nou ja, in ieder geval, we hebben nu voor de abandoned apartment een key. Geen idee waarom. Nou, laten wij deze deur dan maar eens openen. Toef. Oh mijn god. Oké, wat is dit? Dit is lane police, do not cross. Abandoned apartment of the first floor. Bad stories behind. Anyway, I could find some fuses here. Hoop ik ook voor jou. Ik doe trouwens ook maar weer mijn batterijen een keertje aan. En dan hoop ik ook maar een fuse hier ergens te vinden. Zou wel fijn zijn, weet je. En ik vind het ook fijn dat die man mij dat gewoon even gaf. Die sleutel van een abandoned huisje. Niet dat je daar vrolijk van wordt, maar hey. Zoals hij al zelf zei, misschien in dit toilet. Toilet, heb jij iets? Nee, toilet heeft niks van mij. Kut toilet. Waar moet ik dan zo'n fuse vinden? Oh! What?
YOLO! Oh, my end of episode. Soon of... Waarom zo'n brain ding einde? Dit was één vage, rare map. Echt waar, ik heb er geen mening over. Of eigenlijk ook wel. Ik vond het een leuke map, maar wel heel skeer en vaag. Ik weet het niet wat ik ervan moet denken. Willen jullie dat ik deel 2 ga doen? Druk op blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden. Laat een reactie achter. Dan heb ik en de NCRT. Jullie en natuurlijk. Doei mensen.